Goedenavond allemaal, het is tijd om de band te breken. Maar eerst laat ik jullie zien hoe ik hier terecht ben gekomen. Ja, daar zijn we. We zijn boven aangekomen op deze rots hier zo. En de bedoeling is om vanavond een zonsondergang te fotograferen. Kleurrijk, hopelijk. Maar het is hopeloos geweest de afgelopen maanden. Of afgelopen week eigenlijk, zo lang ben ik hier niet geweest. Maar elke keer als ik een zonsondergang wil fotograferen, gebeurt er niks. En de avonden waarop ik denk dat het geen goede zonsondergang wordt en ik besluit om iets anders te gaan doen, is er een prachtige lucht. Hopelijk gaat dat vandaag iets beter, want ik word er wel een beetje moe van, moet ik zeggen. Het wil gewoon maar niet lukken om die goede condities te vinden hier in Roemenië. Ah. Ja, lastig. We staan hier op Pietre Louis Solomon. De composities worden, ja, er is heel veel groen, heel weinig kleurverschil, dus weinig contrast ook. Maar laten we hopen dat die lucht het morgen gaat maken. Eerst op zoek naar de goede compositie. Als er al een mooie zonsondergang komt, dan is die daar zo. Dus ik ga proberen een compositie deze kant op te vinden. Met ofwel die rotsen, ofwel dat rotsje daar, ofwel wat er daar in de verte gebeurt. Maar in ieder geval met een groot stuk lucht erop, want we gaan voor die zonsondergang vandaag. Maar ik moet wel even zeggen dat ik mezelf niet te vast daarop moet zetten. Want alleen richten op één foto levert vaak alleen maar minder moois op dan een open mind, een vrije gedachte van wat je wil. Dus ik ga in principe voor de mooie lucht. Dus dat zal waarschijnlijk verticaal worden. Maar ik ga ook op zoek naar een horizontale compositie. Eens kijken. Ik heb twee kandidaten gevonden. Een verticale compositie hier achter me en eentje aan die kant, een horizontale. En ik ben wel het meest fan van de verticale compositie, zoals ik al had verwacht. Vooral omdat hij gewoon het meest simpele is. In zo'n horizontale compositie gebeurt er vaak heel veel. Ik heb in dit geval twee rotsen die een soort van balanceren en een soort van niet. En met die verticale compositie heb ik gewoon één stuk rots, bossen en achtergrond. En die simpliciteit in die foto vind ik gewoon heel prettig. Dat geeft gewoon meer rust wat mij betreft. Dus ik ga jullie laten zien wat het idee is van die foto. En misschien laat ik ze gewoon allebei zien. En dan ga ik proberen uit te leggen waarom ik die verticale nou beter vind dan die horizontale. We beginnen met de horizontale. Zodat je kan zien wat ik niet zo wil en daarna kan zien wat ik wel wil. Dus dit is de compositie die ik hier voor me heb in het horizontale. En naast dat er eigenlijk op veel plekken hier en daar in het beeld, wat extra takken zitten waar ik eigenlijk niet van afkom, want ik zit al zo hoog als ik kan, is ja, de balans vind ik gewoon niet zo heel lekker. Zet hier een stuk rots, zo. Zet daar een stuk rots, even de zoom uitzetten. Hier rechts een rots, links een rots. En dan gaan we daar naar de zonsondergang die net te zien is. Kan nog iets wijder, waardoor er meer zonsondergang te zien is, maar ook meer van de bosjes voorin. Sowieso, ja, het is gewoon net even wat rommelig. Ik vind het gewoon net niet lekker uitkomen. Dus laten we gaan naar de verticale compositie. Ik
Oké, dan is het nu tijd voor de verticale compositie die al een heel stuk rustiger is. Ik heb voor in beeld een aantal stukken rotsen die uitsteken met een klein stukje pad ook erlangs trouwens. En dan naar boven toe een lijn hier eigenlijk die er loopt. Een punt ook weer hier zo die mooi spiegelt met dit stuk rots. Met deze klif. En hierboven straks hopelijk een mooie lucht. Zit ze al een heel stuk meer in balans. Ik zou misschien nog een klein beetje naar links kunnen. Zoiets of zo. En ik zou hem iets ruimer kunnen nemen. Maar als ik te ver ga, dan komt aan de rechterkant die andere klif in beeld. En op zich hoeft dat ook niet. Ik denk dat dit wel aardig is. Maar in dit geval is de lucht veel helderder dan de voorgrond. Dus we gaan even kijken of dat we iets kunnen doen met de graduele filter. Die ga ik er even opzetten. En laat jullie zien hier wat het verschil is. Oké, tijd om die graduele filter erop te gaan zetten. Kijk of dat het een beetje wil helpen. De bedoeling is dat de lucht er donkerder van wordt. Even ademen, ja. Je ziet al wel een donkere rand hier zo naar binnen schuiven. Nu zit hij te ver. Hier zit hij wel mooi. Maar het is bijna niet te doen om alles binnen mijn histogram te krijgen. Je ziet aan de linkerkant is heel veel data en rechts steekt hij eruit tegen de rechterkant van het histogram. Dat betekent dat hij overbelicht is. Dus eigenlijk is het niet te doen om deze compositie, ja, zonder te bracketen in één keer te krijgen. Dus ja, die graduele filter halen we weer af en dan gaan we naar een andere optie. Bracketen. En dat bracketen, dat zet ik in door naar dit paneeltje te gaan. En hier zo aan mijn draaiwieltje te draaien. Waardoor ik kan kiezen hoeveel stops ik onder en hoeveel stops ik overbelicht wil hebben bij een volgende foto. Dus ik ga nu 3 foto's maken. Van eentje 2 stops onderbelicht. Eentje gewoon normaal belicht. En eentje 2 stops overbelicht. Dus we gaan nu naar de compositie toe. En we kijken naar het histogram. Ik zet mijn ISO op 100. En het is nu gewoon even proberen wat het beste uitkomt. Ik denk hier in het midden, zo ongeveer hebben we precies niks qua licht en qua donker. Is het allebei niet helemaal goed. Dus laten we dat proberen. Oh, there we go. Dus nu hebben we 3 foto's waarvan de eentje is met een lange belichting voor de details in de schaduwen. Dus dat gaat goed, gaat net aan goed. Eentje die donkerder is, die dan niet overbelicht is. En 1 foto in het midden, waar die allemaal net niet lekker uitkomt. Maar ik heb nu dus 1 foto voor de lucht en 1 foto voor de voorgrond en 1 foto voor de overgang. En nou is het wachten op het mooie licht. Spelletje van geduld op dit moment. Als ik kijk naar de vallei daar zo, dan ziet het er best wel aardig uit. Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Ik ga deze foto gewoon nog een keer schieten. Op zich is de lucht best aardig zo. Maar ja, het is niet zo'n mooie Nederlandse kleurrijke lucht die hier ook wel is. Maar alleen op de momenten dat ik niet aan het fotograferen ben. Ja, het is leuk dit, maar het doet hem niet helemaal. Ben je nou door deze vlogs wat geïnteresseerd geraakt in Roemenië? Dan heb ik een aanrader voor je binnenkort. Ik ben laatst hier naar de soort voorpremière geweest van Wild Romania of Romania Salvatica. Het is een Roemeense serie, een Roemeense documentaire over wildlife en natuur hier in Roemenië. En echt prachtige beelden, prachtig gefilmd. Mooie landschappen, mooie natuurbeelden, mooie dieren en beesten en allemaal. Dus nou ja, ik heb even de maker gesproken. Ze hadden het erover dat hij op National Geographic waarschijnlijk gekomen is. Ze hebben contact met distributeurs, dus misschien komt het nog op Netflix of dergelijks. Maar goed, hou dat in de gaten. Ik zal aan het eind, bij het eindschermpje zeg maar, waar je altijd meer van mij, meer van iemand anders, iets anders, zal ik even de teaser plakken. Want dat is zeker een aanrader.
Nou, wat betreft die lucht trouwens hier zo. Ja, is vrees ik dat de banden nog niet losgelaten is. Of hoe noem je dat ook weer? De band is nog niet gebroken. Dat woord zocht ik. Er zijn wel wat mooie plekjes lucht, maar ik vrees met grote vrezen dat er een wolkenbank voor de horizon hangt. Maar goed, dat kan ik niet zien van de vier. Dus het is afwachten wat er gaat gebeuren. Het is nu 7 uur 35 en de zonsondergang is om 7 uur 38 of 28. Of... Oh, 53. Oh, zit er een beetje naast. 17 uur, 9 uur, zo. 19 uur 53 is de zonsondergang. Dus we hebben nog een minuutje of 20 voordat de zon onder is. Dus we gaan rustig verder wachten, luisteren naar het stroompje beneden. Aan deze kant behoorlijk mooi te worden. Maar ik fotografeer natuurlijk niet daar, maar hier zo natuurlijk. Want daar is de lucht minder mooi. Dat is wel een beetje het verhaal van mij en Roemenië en zonsondergangen de laatste tijd. Toch wel jammer. Wat wel positief is om te zien, is dat de wolken in ieder geval nog steeds zonlicht krijgen. En zo af en toe hier achter me, dat je het kan zien, maar net links van deze berg. Dus hier, nou, dat is echt zo moeilijk altijd, daar ergens. Schijnt zon op de berg. Dus er is ruimte tussen de wolken om de wolken mooi te kleuren. Maar laten we niet te snel juichen. Eerst zien, dan geloven. Op zich, die mooie kleur die ik net daar liet zien, rechts, begint wel ook wat links te komen. Dus ik ga deze gewoon alvast nemen. Dit is al meer ongeveer dan dat ik heb gehad de afgelopen maanden. God, weer zeg ik weer maanden. Weken. Weken, Peter. Ik ben hier pas 6 weken of zo. 4, 5. Het is ook verwarrend allemaal. Het is zo verwarrend. Verder wachten. Kom op, wolken. Kom op. Jullie kunnen het. Attentie, de gloed is begonnen. Snel gaan zitten. Maar het lijkt ergens op. Tijd om die compositie eens op te gaan starten. Oh ja. Yeah. Zou het dan toch? We hebben nu een klein gloedje in ieder geval. Dus we gaan beginnen met fotograferen. Oké. Okay. Het zou mooi zijn als de wolken wat reflecteren op de voorgrond. Zodat ook die voorgrond een beetje die mooie oranje gloed krijgt die nu ontstaat boven de berg. Dan blijft het nadeel van recht tegen de zon in fotograferen. In Nederland heb je natuurlijk helemaal niks ervoor waardoor ook de voorgrond mooi wordt belicht. Maar nu zit er een berg voor waardoor je best wel in de schaduw zit. En je een groot kleurverschil krijgt tussen de voorgrond en de achtergrond. Dus ik moet toch die kant op fotograferen. Het begint ook al aardig te worden. Toch even kijken of ik daar ook iets kan vinden. Ze houden toch gewoon bij deze kant. Want hier achter me is soms wel een mooie kleur op de bergen. Maar de lucht is nog altijd heel blauw en saai. En aan die kant begint het mooi te worden. Dus we gaan gauw dus die foto maken. Waar ik al de hele tijd op zit te wachten. Zo vreemd hier zo. Dat in Nederland vertel ik altijd blijf lang. Want de mooiste kleuren zijn na zonsondergang. En hier is het ervoor. En ik snap niet echt waarom. Of net tijdens. In ieder geval niet een half uur daarna. Het zijn ook lagere wolken. Dus misschien dat dat uitmaakt. Maar het is verwarrend. Ik heb zoveel moeite met het vinden van goed licht in Roemenië. Het is zo anders fotograferen in Nederland dan hier zo. Maar goed, gauw verder. Ik heb het idee dat de kleur nu al minder wordt. Dus ik zet jullie gauw neer. En dan gaan we de foto maken. Of eigenlijk gewoon nog een versie van dezelfde foto. Klik hem nog maar een keertje af. Maar die gloed begint nu al af te nemen. Is misschien nog net wel wat. Hoe laat is het nu? 46, zitten 7 minuten voor zonsondergang. En de gloed is al bijna geweest en klaar. Kijk nog even de vallei in, die is helemaal donker.
is echt nog een klein beetje erboven. En dat is het wel. Het is landschapsfotografie toch eigenlijk mooi, hè? Zoek een mooie plek op. Met een mooi uitzicht. Neem wat lekkers te drinken mee. Zet je camera neer. En ga lekker fotograferen. Of dat die band nou gebroken wordt of niet vanavond. Ik fotografeer nog even verder. Als het licht nog heel mooi wordt, laat ik het jullie zien. Dus bij deze dit het resultaat van deze avond. Ja, is de band gebroken? Nee, dat was nog niet echt wat ik had gewild. We zitten nog altijd, ja, zoals ik zei, ik fotografeer het veel omhoog. En ik denk dat aan de andere kant van dit bergkammetje, van dit heuveltje, zeg maar, de zonsondergang echt best wel mooi was. Maar er zat een berg in de weg om daar echt iets moois van te fotograferen. Ja, gaan we voor vanavond niks meer aan doen. Ik rij binnenkort terug naar Nederland. Dus de komende weken, als het goed is, komen de vlogs weer vanuit Nederland. Hopelijk hebben we daar weer wat mooiere luchten om te fotograferen. Check dus voornamelijk ook nog Romania Salbatica of Beeld Roemenië. Check die teaser. Ontzettend mooie documentaire. En hopelijk ook binnenkort in Nederland op tv of op Netflix of waar dan ook te zien. Voor nu is dit hem voor vandaag. Dat was Roemenië weer voor een tijdje. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie toch gewoon lekker blijven kijken. Ook al kennen jullie dit landschap niet. Het is, ik vind het zelf heel mooi. Het is heel moeilijk te fotograferen. Maar ik hoop dat het toch soms wel een beetje lukt in ieder geval. Nou ja, dat was het. Ik ga ophouden met praten. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag volgende week weer in een nieuwe vlog. Adieu.